Internationale rofstoer die afgelopen paar jaar so toegeneem in gewildheid dat menige jong kannetjie natuurlik wens dat hulle ook eendag aan die kruit kan kom. Terese Verposing nou een aand in die Portugese saal tydens 'n groot toernooi het hierdie mannetjies die valle tentoongestel wat hulle graag eendag daar sou wou stel en almal het dit geniet. Yes, John, you're quite right. You can never start too young if you want to go to the top. Welcome to the wide and wonderful world of professional wrestling. We've put together an hour's worth of the very best now, so sit back, relax, and hang on to your seat. Dis van groot tot klein wat mekaar ander van hierdie stoei kyk. En Nick, dit bly nie net binne die kruit nie, definitief nie. Well, anything goes in professional wrestling, in and out of the ring. Ja, die kommentators kan in die moeilikheid beland, elke nou en dan, en as een van daai groot swaar manne bo op jou val, kan ek jy verseker, gaan dit nie 'n grappie wees nie. In fact, Dion, anybody within the first two or three rows is really taking their life in their hands. Geen twyfel daaroor nie, en met 'n toeskouer by stoei moet jy nie lol nie, want hy's 'n kenner op sy gebied. Yes, the most passionate spectators in sports, professional wrestling spectators. En hierdie man het groot moeilikheid, want as hy eenmaal buite die kruit is, kan dinge vir jou bitter verkeerd loop. Oh, he's not happy, he's not happy. Telling the world he's not happy. And how about this for acrobatics? Hierdie manne dra absoluut daartoe by dat die skare dit geniet. Hier is een van die gevegte waarna ons gaan kyk. Tokyo Joe, Cowboy Lang, Mr. T. Heerlike name om na te luister. En daar's dit Cowboy Lang wat ook in die kruit klim. Nou is dit hy, Pepe Gonzalez, wat sake van uitspeel. Dit lyk al vir ons in hierdie vroeë stadium of Mr. T so 'n bietjie gesag inboesem by hierdie ander manne. Die oomblik as hy die kruit klim, dan vlug hulle spring vinnig uit. Nou is dit weer Barakas, Mr. T. Met sy kamofleerbroek. Handskoen daar aan die regterhand. Oorbelle is nou afgehaal, al die versierings. Ja, sulke dinge gebeur ook. Maak teen 'n maak vas en ewe skielik het die teestander minder dinge om na op te sien. Heerlike aksie vir die toeskouers. Rofstoei op sy beste. Stel was om middel was de T-seer te maak. Het nou die man van die struk seer te maak. Hy het die struk gestel en nou is hy buite aksie. En nou is het Cowboy Lang en Pepe Gonzalez. Arme Pepe is so effens achter die ander, want hy is 3 kilogram ligter. Hy eet hy ook na die vingers. En wys hy vir die skeieregter, man, ek het val staan, ek kan nie byt nie. En nou is dit Pepe wat hom daar in die bout byt. Cowboy Lang met sy lot gaan begaan daar by sy spanmaat. Hy sê vir die skeieregter, dis wat die man wat hy gedoen het, en dan demonstreer hy vir hom. Ja, dit is nou die inspan is voor. Span van Pepe Gonzalez wat voor is.
Hier kan die ander span dalk nou 'n vaspuntval aanteken. Kouke Zou se plan die boomerang op hom. Nou is dit Westertie wat hom nog tronker draai. En nou wonder hy op vir 'n oomblik, waar is hy in die wêreld? Sterk kerel hierdie Westertie. Weer is dit Tito Swart, die skeidsregter wat dit ontveld. En dan is hulle by om die skeidsregter vas te pen. Sommige little Mr. T wat self tel. Pepe Gonzalez het ook net so darm stywer in die Arabie wil gooi. Manne al dwars oor die wêreld te sien, behalwe die kommunistiese lande. Baie gewild wêreldwyd, blykbaar ook hier in Suid-Afrika. Daar verras Mr. Tiom. Een tellie skeidsregter, 2-3. Ja, hy het hom. En dis Mr. T. En Pepe Gonzalez wat hierdie geveg dan wen. Hierdie Portugese saal in Johannesburg voor 8000 mense. And from little Mr. T we got a six big men international tag wrestling South Africa against an international T. Vinnige man hierdie Engelsman, Dave Coggan. Hy was ook Europese kampioen, maar prachtige volstrijdskop daar weer, Danny Drutz. En die Engelsman buitenkant die kruis. Dave Morgan, hy veroorzaak groot opwinding en dan trek hy vir Keane, wat glad in die kruis was nie. Uit die kruis uit en daar is groot probleme. Nou gaan die poppe behoorlik dans. En het is Danny Drutz wat vir hom achterna gesit het. En nou is daar lekker, lekker groot dinge aan die gang in die kruis. En die Ken uit die knie daar teen die nek gekry en nou gaan hy swaar kry teen Bernie Wright. En buiten die kruid is het ook Morgan en Willie Keane. Keane wat hier so in die moeilikheid is, Roger Keane. En Morgan, daar is een gevecht binnen in die kruid, daar is een gevecht buiten die kruid. En dit is Morgan wat so draai kom maak hier by die commentators ook. Maar ons is maar vriendelijk met die kerel, hy is groot. Morgan is die junior wereldkampioen titel, is hy al gehou die Europese wereldkampioen titel. Hy is die grootste van die drie Europese manne. En Dries, ek weet nie hoekom hy ons juist moes uitsoek om 'n draai hier te kom maak by die kommentaar van T. Ek het al bly gevoel, Johan, dat jy aan sy kant gesit het, maar nou ja, hulle is terug in die kruid. Dit is op die oomblik dan Bernie Wright en Brits van Suid-Afrika en daar die hout in die nek het vir Danny Brits seer gemaak. Hy is baie ver van hom af. Wright is in die moeilikheid en daar die arm wat uitgespuld word. En dit is Danny Brits wat op hom val, die Suid-Afrikaanse swaargewig kampioen. Roger Keane, die junior swaargewig kampioen van Suid-Afrika wat nou in die kruid is. En dit is Bernie Wright wat in die moeilikheid is van Engeland. En die Bokadals het daarnaar sy handen vol om die ander manne in die kruid uit te hou. We sien die breë rug, rooi kostuum hier voor ons van Dave Morgan. Van Keane, waar die Engelsman sy rug so'n bietjie knak en dan raak Keane die hand van Borbol, die Kalahari man, en hy is vars en hy sal seer sekerlik van die begin af begin sla uitdeel. Bernie Wright so'n bietjie dronk as hy na sy hoek toe kom, maar Dave Morgan, die lyk my, hy het ook so'n somer vakantie gehad, want hy is lekker bruin gebrand en nou is dinge deur mekaar in die kruid. Al ses die manne in die kruid. Ja, ons het gesien hoe Rusek vir Keane gaan gryp en aan. Oh, dit was lekker geweest. Al die buitenlanders gelijk te mekaar vastgehaarkoop, vastgegooi door die Suid-Afrikaners. Hier in die rechterkant is het Boerboel. Weer is nog diezelfde tactiek wat daar gevolg wordt. En ek dink nie hierdie ouwens weet mooi wat het hulle getref nie. Daar is Kalahari Boerboel en Rusek van Pola. Al twee buiten die kruis. Kalahari Boerboel, hy is hier tegen die man van
Kola Danny Rusek buiten die kruid. In die middel van die kruid is daar ook 'n geveg aan die gang. Maar die belangstelling leed Tony Naidu, die scheidsrechter of die aankomende hier. Hy probeer ook al uit mekaar uithou. En dit klap behoorlik hier op die tafels, die mediatafels hier om die kruid. En in die kruid Roger Kini, wat 'n prachtige volstruiskop wat die geveg vir Suid-Afrika kan beklim. Dave Obinny Wright nog steeds daar in die middel. En hy is in die moeilikheid. Dit kan die einde van die geveg wees. Dit is die einde van die geveg in Suid-Afrika wen. Roger Kini wat vir Obinny Wright vastwen. En Suid-Afrika wen hierdie 6-man span stoei geveg met 2-1. Daar kom hy, so het hy gekom, Kini rechts in beeld. Hy het verruid daar in die handen gekry. Hy sal sien hoe hy hom gaan omswaai. Optel. Daar kom hy nou oor sy skouer gooi en uit daar die vashou kon Wright eenvoudig net nie loskom nie. Daar was die 3 tellings van meneer Bernard Benes en dit het aan Suid-Afrika die oorwinning besorg met 2-1. 'N heerlike oorwinning vir Suid-Afrika en dit wys net hoe belangrik spanstoei ook is. Maar hier is dit Danny Brits teen Damascene. Dink hy is die winner, 1 telling skeidsrechter, 2-3 en hier is die winval. In die 7e ronde is het Danny Brits van Suid-Afrika, die nieuwe junior zwaargewig stoeikampioen van die wereld, wat een vastpinval aanteken, nadat hy sy eerste vastpinval in die 5e ronde aangeteken en so het het gebeur. Sien die loop terug, die skeidsrechter het getel, maar Danny Brits, die been die was daar op die touw, hy verras hom, hy keer hom om. Dan druk hy hom vast, meneer Tjikelswaar, die scheidsrechter is onmiddellik by, hy telt tot by 3, die vastpinval is daar, en ons het een nieuwe junior zwaargewig kampioen van die wereld. Nou ja, daar kry hy sy formel, die junior zwaargewig rofstoei kampioen van die wereld, Danny Tornado Brits. Hy word geluk geweest, die is sy vrou, meneer Sam Cohen, die is bezig om die formel aan te gespe, en daar sien hy hom. Die ene bloed, die voorkop van Danny Brits. Hy is die nieuwe junior zwaargewig rofstoei kampioen van die wereld. A truly wonderful moment for Danny Brits as he picked up his world title. How about this one? En is interessant dat ons dame in die kruid het, Diek, wat as scheidsrechter optreed. En ek wonder of haar lyfie miskien nie een bietjie te tingerig is vir hierdie groot manne nie. Well, there you go. She gets her first taste of wrestling and getting a mouthful. En sy praat hard daar, daar moet net een op beslag in die kruid wees. Die twee manne teen mekaar, net een van die spandes. En sy moet orde hand af, anders dan kom chaos. En dit gebeur baie, baie gauw in rofstoei. Oh, something's gonna happen here, Dion. Something's gonna happen. Na beide kante toe, jy moet hulp kom en daar kom jy hulp. Ek weet nie of hulle waar gaan luister nie, daar is het. Oh! Oh, en hier kom die val, kijk hoe tel sy, 3 en hy is daar. Well, that happened so quickly, Dion. Oh, wonderful stuff. Jy kan nooit jou oog van hier die skerm laat weggaan nie, want as jy wegkijk, dan kom die manne met ander taktiek en nou is die manne buiten die kruid. Just look at this, Dion, all the action in the ring, out of the ring, it's just going wild. En hy die klok in die hand, daar gaan iemand met die klok geslaan word, nou binnenkort, dus ek my nie misgis nie, dis bijna. I can't believe this, Dion, I can't believe he's gonna hit him with the bell. I can't believe this. Surely not. Daar is hy. Oh. Ek wonder of hy rarig raak was, daar onder kan as hy. Oh. Oh, it's no laughing matter, Dion. Sy sal moet tussen beide tree, gaan sy weer tel. Wow, en die ander man weer terug in die kruid. Well, it's getting very complicated there. Somebody's gonna... Oh! Ja, sy kop miskien nie op die meest gerieflike plek daar gewees nie. Twee gevechte is aan die gang. Nou moet sy orde hand af, die scheidsrechter. Oh, and thrown to the canvas and could we have a fall here? Sy dit, sy tel nie verder nie, sy weier. Well, she's really got her hands
floor yet, doesn't know which fight to watch. Laat maar mij nou, ik kon dit al laten gebeuren. Here's a four and retaliation to the referee. Oh, that's not nice to see. That's not nice to see, Dion. Kijk nou, hier komt zij. Oh, oh. En die boekheid. Haha, dit geniet die. Dit geniet die schade in de hals van zijn wielen. But the teammate is not happy. And we're going to see another one up the ring, Dion. Yes, en laat die op haar wachten. Die ons nog niet begint gewonnen. Wat voor zijn kampioen doen zij dit? The crowd's going wild. Die Mean Machines wat gewinnen. En als hij Mikey wat. Maar vandaar af naar Jan Wilkens toe, Nick. Oh, and Jan's being told he's going to be tossed out of the ring, Dion. Door meneer Maans Groenewald. Het was goed om precies in te laten zien precies wat gebeurt. Wilkens Brady, dat is verhang. Dat zie je. Arms onder op de eta. Hij gaat een beetje spelen met die linkerbeen. Hij gaat knieën een beetje spelen. Een minuut oor. Stop Jonathan on back. Uitgeslapen hier. Duel van Bovers. Waar een stap. Waar een kampioen in de moeilijkheid. Hij weet het. Een licht gooi nu van Wilkens. 25 seconden oor. 20 seconden oor. En hier is de ronde. Seconden oor voor het gestopte losie.
gestrek aan hierdie eerste ronde. Die straf op die. Oh! Een koude service daar op die kop van Wilkins. De Travis Kouwers komt nummer 2. Wat een vraag wat een beetje lastig is voor ons. Wilkins komt nummer 3 Kouwers. Een tweede teller. Net met Rocky om de los. Jonathan op die aanval. 4 liter voorbij in de tweede ronde. Tweede teller. Weer eens net gerukt op nummer 99 weer Wilkins. Van Brachen, Chris Karel, bijna weer. En hij is uit. Daar, het Wilkins aan de meid geleverd hoor. Hock is het Frank, Jonathan Leonard. Twee tellings tegen Jonathan. Dieren kracht van die rij komt. Waarom stoot daar op een brand? Zeer van Agar hier nog in, op de borst. En een leefgooi, Tim Wilkins. Die is Tim Jonathan. Zeer van Agar daar. Jonathan Christoph is de malle die kruid uit. En wordt hij verder afgestampt. William Wilkins. Ik heb weer die kruid uitgetrapt, nu is gisteren dat we gaan tel. 1, 2, Wilkins helemaal buiten. En die was Jonathan helemaal buiten kan ik rijden. 3, 4, 5, 6, 7, Jonathan wil terugkomen. 9, 10, en dan wordt hij weer teruggestapt. Jan, kom in die vertelling. 2, 3, 4, 5, 6. Wees in die skuistraat en Wilkins is shut-out. Die kinders in de Afrikaanse stoeier. Wilkins wat hem weer afskop. En hij weer van niet zeg maar getel word. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, reeds. En ik kom Wilkins op een leegstap. Jonathan Wilkins aan die scharen daar. Dus wees daar een beetje starig om te tellen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dit is Wilkins van de oh, en ik denk waarom. Is moeilijkheid die Wilkins. 1, 2 en 3. De eerste val. De eerste val aan Jonathan. Dit was dan in die val van de stuurders van de ronde. En van de andere kant van de spinval in de vierde ronde. Na precies 3 minuten en 50 secondes. En die vijfde ronde, die scharen op die voeten. Als lui af dat het een toegeval is in die vijfde ronde. En als het zo is, dan is die mannen gelijk met 1 ronde oor. Dit is te zeggen, als die kerel wat in daar gelaben wordt, die wereldkampioen Dan Leo Jonathan wel op zijn voeten kan komen. Een toegeval aan Jan Wilkins in die vijfde ronde. Was een Zuid-Afrikaner ooit nader aan die wereldkroon als nu. Die leeft, die rugbreker, Jonathan Bo. Wilkins onder en Jonathan. En dan bij moet je daar greep ik van.
is schijnbaar wel een foul aan Jonathan. Er is schijnbaar wel een foul aan Jonathan. Ja, amperlijk is die gevecht voorbij. Wat nu gebeurt is niet ongelukkig, maar ons gaan waarschijnlijk weer kunnen zien. Jonathan weer in de kruin. Maar die wereldkampioen heeft reeds gewend met 2 fouten tegen 1. En een man wat geen bekendstelling in de kruid nodig heeft, nie, is Jimmy Abbott, of het nou boks of stoei is. En hier komt hij tegen die witte noster te staan in die Portugese zaal. Well, Dion, this is like 2 big trucks that have just been parked next to each other and are going to go and ram each other. Look at this for headbutting. Talk about headbutting. Nader aan elkaar kan nog niet eindelijk komen. Nie. Oh, kom hier een oster. Well, the irresistible force meets the immovable object and something had to give. And it's the Rhino. Just look at the eye contact here. Both men staring each other in the face. Both men just don't want to give an inch. Jy het die tactiek geweest, en as jy nie vinnig jou balans herwin nie, dan loop sake skeef. Well, Jimmy Abbott using the ropes to great effect there, and the Rhino's stunned. But now the Rhino's coming back. Taking a leap out of Jimmy Abbott's book, decking him with a right hand. Ja, is nie meer seker of het boks of stoei is nie. Well, Jimmy wants to take a breather, but the Rhino's not going to give him one. Using that heavy right forearm and just laying it on the back of Jimmy's neck. How much more of this can Jimmy take? Oh, this is a brutal fight, Dion. The fight is taking so much out of both of them. Both of them are looking tired, but both of them are giving of their best. Oh, oh, and another blow to the head. Oh, the Rhino's really staggering now. He's gonna go, and like a big tree, he falls over. En de raadgevers ontbreken het niet. Oh, big left hand from Jimmy Abbott. Well, there you go. Jimmy Abbott using his boxing skills, Dion. To something a little more muscular than Jimmy Abbott, perhaps. A big, strong man, Tony Atlas. The armor van Suid-Afrika, sy teenstander. Sien dat die hammer daar gevaarlike karteits aan sy rechterhand het en dit kan werkelijk waar groot skade aanrig. Well, if you wanted to pick a winner, you'd have to go with Tony Atlas. Oh,
What a blow to the body there from Tony Atlas. And look at the muscles on this man. Well, like Atlas, he's lifting the world above his shoulders and he's going to drop it, that's for sure. Whoop! Das Bein, das Bein. Look at the look on the hammer's face. Oh, he's had it, he's had it. Oh, the hammer's out of it. The referee's got to watch this one carefully, Dion. And the cartets word afgehaal. And he trek himself on. No, it's with him. Come on, dame. Straf met zijn eigen wapen. The hammer cannot believe what is happening to him. Uitstekende tactiek van Tony Atlas. Nu is Tony Atlas in de moeilijke bij. Well, Dion, this has been like taking candy from a baby as far as Tony Atlas is concerned. One-way traffic. The hammer. The referee's got to stop this. I mean, this is ridiculous. Ja, ongemakkelijke positie zou ik denk. Well, talk about the killer instinct. Tony Atlas hasn't got a mark on him and the hammer is being hammered. Nou, het gaat nog net een rukje duren, dan gaan ze gedisqualificeerd worden, dan zullen ze hier buiten blijven. But look at this, the hammer's coming back, I don't believe this. What is this man made of? Vreten zijn gewis, geen twijfel daarover niet. Oh, talk about a comeback. Oh! Dan net was in haar stoel niet eens gevoel, niet lekker mee. Oh, I think the hammer realizes he made a mistake there. But these men don't care about the bell, that's for sure. Oh, have a chair. Ik denk dat de scheidsrechter uit klaar beslist dat die gevecht niet manipuleerd is. Het is voorbij. Well, it might be over as far as the audience is concerned and the referee, but these two fighters, they're going to carry on. Ongeloof op je gezicht van Tony Atlas, hij geniet het. And on to one of the big grudge matches. Well, Jimmy Abbott might have got the better of Cully Glitzer in the boxing ring, but Cully's determined to turn the tables today. Oh, and what a start for Glitzer. Glitzer is a bit van de achterstand wat die gewicht aan betreft, maar wat die agressiviteit betreft, geen probleem.
En ek dink dit gaan nie te lank wees vir ons die eerste face out hier gaan sien nie. Well, no love lost between these two, and how's the front body slam down? Ja, Kali se reg is nie meer aan hierdie type van dinge gewoond nie. Ek het regtig nie twyfel daaroor nie, en hy groot probleem, die bloed is daar. En sommer vroeg, is het Jimmy Abbott wat een val aanteken, en ek wil nie, Jimmy Abbott moet wel bijval nie. Well, Jimmy Abbott seems to have the measure of Kali Knutsa. He's beating him in the boxing ring, and he's beating him tonight here at wrestling. Oh, Kali Knutsa with a mouthful of water. Did you see that, Dion? Ja, dit was misschien tegemoetkomend voor Jimmy Abbott. So'n bietjie afkoelmethodes wat gebruik is deur Kali. Maar wat nou? Groot krag, Kali. And how does the ring canvas take it? That was 450 pounds of solid flesh on the canvas, and Jimmy stole it. Kali trying to press the advantage now. The stunt will have to say, but Jimmy Abbott had a moeilijkheid. Kali is in a vervoerde bij, hij is achter. And hij gaat hier die kaas laten voorbij gaan. Die optie, op die middenrif. En weer een keer die arm. Jimmy's left arm. Look at Jimmy's left arm, Dion. It's loose. It's had it. Ek dink Jimmy self het dit gehad, want hier gaan iets kom. Daai hele lyf van hom is baie seer. Ja, nee, ek sou my kop op skud, Jimmy. En hy sal moet vinnig regkom, of daar gaan 'n val teen hom aangeteken word. Geen genade van Kali Knutsa. Ah, he's been told now by the referee, and quite rightly, not to bite Jimmy's ear. That's not allowed. That's not fair, Kali Knutsa. That was a clear rechter hakko. Well, Jimmy Abbott in deep trouble, and Kali just takes his time, plans his strategy, and we know what he's going to do now. Good moeilijkheid. Gelukkig Jimmy daarom nog betijds weg uit die pad uit, maar hij komt nog een val als ik het niet mis het niet. Ja, hy sal, drie keer. Het is gelijk op. Well, that evens it up. And we're set for a big last round. Kali Knutsa, very happy with himself. Nou is het elke man vir homself. Hy big and tall van Jimmy Abbott sê alles. Niks meer is nodig nie. That right elbow. Can you imagine that coming down on your head, Dion? Oh! Kali Knutsa in die moeilijkheid. Oh, en hier kom een stoel en dit kan nou lelike dinge afgee. Dit kan werkelijk waar nou chaos veroorzaak in die stoel krijg en onder die skare. Well, that's so unnecessary, Dion. I mean, Jimmy has so much weight in that right elbow, he doesn't need a chair. And Kali gives him one. Kali Knutsa is back in this fight. En hy kom in die stoel en kan leer het woord, ek het gewaarskie. Hey, die skyn slechter. Well, he got in the way, Dion. Should I do it? Yes, yes, no. Boom. Jimmy Abbott sal dit nie licht vergeet nie. Kali Knutsa op sy verwoestendste. Well, I think at least half the audience is cheering. The other half is just sitting there stunned. Their man is down. Dan gaan die skysrechter weer een keer. Wat sê, body slam. Daar lê hulle al twee. Kali stap triomfantlik rond. Daar kom 'n man in, maar hy gaan maar gou weer uit. Well, they're gonna have to get another referee in here quick, because this one's had it. Die skysrechter het gedisqualificeer. Hy sê, hier is geen winner nie. Maar Jimmy Abbott lê dood stil. Gaan 'n rukkie vat voor hy daar opstaan. Kali Knutsa sê, dan vaar hy die beslissing nie. Hoekom word ek gedisqualificeer? Ek eerst over die stoel geslaan. Well, I tell you what, this referee is very brave, but Kali Knutsa is not gonna have any of it. Jimmy Abbott het intussen wakker geword en hy gaan baie stil en zwaar daar opslaan. Maar die ver is gelijk op in die sin dat albei gedisqualificeer is. Well, I told you this was a brave referee, but he's getting in the way now. And Jimmy Abbott's on his feet. Oh!
Well, he must have a headache, surely. But now Kali Knutsa must have a headache. I can't believe this girl. Look how Abbott's coming back. Kali Knutsa in groot probleme. Daai twee kom stampe. Kijk daai rechter voorarm. And Knutsa's out on his feet. Look at him. Oh, what a comeback from Jimmy Abbott. En als hij niet dit gedoen het, hij heeft grote problemen gehad. Well, the referee says this one's over, but who won it? Vandaar af terug bij Jan Valkens en Sakaguchi. And this is a big fight, of course, the pride of South African wrestling up against the man from the Orient. Een voordeel aan die skare is een groot, groot opwinding. Wow, en hier is een beetje ongeoorloofde tactiek. Jan Valkens wat het degelijk ontgeld en buiten die kruip. Ook twee buiten nou. Dion, this has got to be very hard on Jan Valkens. He doesn't want to go down in front of his home fans. And now Valkens comes back. Een boelie ever, we zien hem daar zo. Ze gaan niet man. Brul op die voorkop. Die meisje tot bedaring brengen en zeggen, als het niet was. Zijn kop, dat is die touw vastdraaien, hij doet het weg. En hij vist met hem heen en weer. Sakaguchi wordt hierbij een straf. Er zit een vrouw hier rechts in die schade en al wat ze is. Prachtig, mooi, prachtig, mooi. Ja, Valkens, weer die schade, beslis, wat we willen zien. Daar zien een beetje die moeilijkheid. Ja.
beetje naar los te krijgen met Tauwa. His international belt. Knap gedaan, Jan Wilkens. En Edward kan hem ook niet helpen. Hij heeft verloren. So a great win for South Africa's favorite wrestling son, Jan Wilkens, wrestling in a cage, Gama Singh against Maniac Matt Vaughan. The idea of this one is the guy that gets out of the ring first, out of the cage first, is the winner. Kom een val, 1, 2, 3. Die gelijkmakende val. De 18e minuut is het Gama Singh wat een val aanteken. Daar kan hij zien hoe Matt Vaughan op zijn kop te landen komt op die kruitvloer. Hij wordt gelos. Soos een bom wat val op die vloer, daar lei, Gama Singh gaan hem toelei, en sonder veel moeite is daar een val vir Gama Singh, 3 tel meneer Olivier. Gama Singh gaan uitkom, nee, hy gaan op soos een spitvaller, op hem afduik, hier kom een val, 1, 2, very tough wrestler this maniac Matt Vaughan. Kijk, dit is net grote instinct wat verhoete dat hij daar vastgepijn wordt. Meneer Olivier het reeds haar termijne uit. En Gama Singh moet hem terugkrijgen. Both wrestlers on top of the ring there. This is a dangerous situation. If any one of them steps over, al val hij hier nu uit, is hij nog niet binnen. Yes. That's why Gama is holding him like that. At all costs, Gama doesn't want him to fall out. Hij zijn nog nooit op ons iets gezien. Gama zien is uit, buiten die kruid. Met andere woorden, hij is die oorwinnaar. Ja, en van een hok om een kruid tot bij die gemaskerde tornado. En een masker en een stoeikruid, die moet daar wees. Vanaf tegen die flamboyante matador. And Dion, I've always wanted to know who is the face behind those bandages. Well, the matador showing off to the crowd, just like the matadors in Spain. Manoeuvre daar van die matadors kant af.
And look at the moves the Moss Tornado puts on the Matador. Oh, this is heavy stuff. And what a fast finish to the first round. Was a kort vuisoutjie geweest, die skeidsregter. Jy het dit nie gesien nie. En die plat aangedui die Matador het kom geslaan, maar dit was nie so nie. And the Matador gets him in a headlock. And there's the right fist again. Well, the Matador is goring the bull tonight, that's for sure. Yes, a stiff arm brings the Moss Tornado to the canvas, and can the Matador finish it off now? Well, he has time to wave to the crowd. That could cost him, Dion. Get off of this. Oh, I think that's an understatement, Dion. I think he's finished. He's getting up very slowly. Staro was in the other position that he tried to do, what he did to do. And Tornado, he held the ball by him. Now he has to go. Okay, cuts him for three. Well, that didn't quite work the way the Matador wanted it to. He certainly took a bit of the blow as well. Both men are hurt, both men down on the canvas. Now, who can get up first? Oh, it's the Moss Tornado. Dat was een kort rechter geweest, weer nog een. De scheidsrechter wordt aan die pad uitgestapt. De Matador is Katsuin. De tactiek daar van die Tornado, nog een keer. And what a comeback by the Moss Tornado. Oh, the Matador managing to throw him off somehow. Still time to pull those bandages off the face, see who this man is. But he's going to have to beat him first. And now it's all the Moss Tornado. The crowd doesn't like it. And neither does the Moss Tornado, taking some punishment now. He's going to go to the canvas, both men to the canvas. Now who's being pinned by who? Both men reckon they got the fall. I've never seen this before, Dion. Yeah, the stop. The Tornado is aangewijs worden. As the winner, in the masker and Tornado. Is it from all sides of the way? We don't know where Kelly Skyser is. Where we Ron Roberts and they are here to us. But it's definitely... But it's definitely the masker and Tornado as we didn't expect it. So the Moss Tornado then gets the decision. Bring on the next one. Let's have a look one more time. Now both men seem to get themselves in a pinned situation. There's the Matador. Now the pickup. Well, it's not easy, is it? And down we go. Now who's pinning who? Heel wat interessante rofstoei wat ons vir u gebied het en ons vertrou dat u dit terdee geniet het, want dit is van die grootste vermaak wat daar is, Nick. That's wrestling for you, Dion, so until next time, make mine wrestling.